Hallo allemaal en welkom bij dit webinar. Wat gaan we doen? We gaan de trends behandelen van winter, voorjaar 2024. Er komt dus weer heel veel aan bod. Nou, wat gaan we nou zien? Want we gaan veel behandelen in dit webinar. Het eerste wat we gaan zien is krullen, krullen, krullen. We kunnen er niet omheen. We hebben natuurlijk al een hele periode achter de rug dat we allemaal op een speciale manier die krullen kunnen gaan knippen. Dat er meer uitgehaald wordt wat erin zit. Maar we hebben natuurlijk nog een hele grote doelgroep die geen krullen heeft van zichzelf. En dan kunnen we knippen wat we doen, maar dat lukt natuurlijk niet. Dus wat komt er de komende tijd weer helemaal in de salon terug? En dat is permanente. En ik weet zeker dat de ouderen onder ons die denken, oh leuk, ja dat heb ik heel veel gedaan. En misschien ben je het ook alweer een beetje aan het doen. Maar de jongeren onder ons, die denken misschien, oh jee, permanente, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar deze trend mag je niet voorbij laten gaan in je salon. Het kan niet zo zijn dat er een klant bij je in de salon komt en die zegt, nou, ik wil dolgraag die prachtige krullen hebben, dat jij zegt, nou, ik permanent niet. Dan heb je echt wel een gemiste kans. Dus de eerste trend die ik voor jullie stap voor stap ga uitleggen, is hoe dat je mooi kan permanenten. Want er zijn verschillende manieren voor en ook verschillende producten. Dus kijk met me mee. En vooral dat je echt deze trend goed onder de knie wil krijgen, kijk mee en stap voor stap leg ik het jullie nu uit. Voorheen was het altijd zo dat we de keuze moesten maken tussen permanente en kleuren. Maar tegenwoordig hoeft dat niet meer. Ook al heeft je klant highlights of een softe balayage, kunnen we toch permanente. En dat kan namelijk met onze EcoWave, maar daar ga ik zo dadelijk meer over vertellen. Want de eerste stappen die je moet gaan doen zijn heel erg belangrijk om een mooie, egale, gelijke krul te krijgen. Kijk, wanneer je haar gaat permanenten met natuurhaar en highlights, dan is de basis niet helemaal gelijk. Omdat de highlights, die missen namelijk keratine. En dan zal daar ook de vloeistof anders op gaan pakken. Dus het is belangrijk dat we het haar eerst gaan voorbehandelen. En dat doen we als volgt. We pakken eerst stap 1, de volume shampoo. Die zorgt ervoor dat het haar aan de buitenkant helemaal schoongemaakt wordt en dat je dan echt de schubbelaag kan voelen. Nou, dat doen we één keertje, dat doen we twee keer. En als je dan met de vingers over het haar gaat, dan maakt hij echt dat piepend geluid. Dan maak je het handdoek droog en vanuit daar ga je dus de rektest doen. Dan ga je aan het haar trekken en dan ga je dus kijken of je dus keratine of vochttekort komt. Ik had het net al over dat gehighlighte haar, dus daar op die haren doe je ook direct test. En dan komt stap 2, KeraBoost Infusion. Dat is vloeibare keratine, die dringt echt in het haar en die gaat daar zitten waar het haar het nodig heeft. Een aantal pompjes doe je daar overheen en daar overheen gaat de KeraMax Treatment. Die zorgt ervoor dat het ook lekker in het haar blijft zitten. Wat creëren we dan? Allemaal gelijke haren die van binnenuit gevoed zijn. Dan heb ik ook een gelijke haren die allemaal hetzelfde, de permanent krul, op zich neemt. En dat is dus heel erg belangrijk. Kijk, KeraMax Treatment is dus geen conditioner. Want dat zou je misschien kunnen denken, maar dat is het dus niet. Dus eerst stap 1, 2 en 3 voordat je daadwerkelijk gaat permanenten. Nou, stel je voor dat je heel hard aan het haar trekt en er zit geen beweging in. Kijk, dan moet je juist dat haar gaan prepareren voor de permanent vloeistofopname. Kijk, dan doe je ook stap 1, 2 en 3. Maar dan verander je de KeraBoost Infusion en de KeraMax Treatment. Verander je dus naar de mooiste shampoo en de mooiste treatment. Dan maak je dat haar, ja, dat maak je dan wat weker om die permanent vloeistof er beter in te laten komen. Dus het allerbelangrijkste is, als je gaat permanenten op geblondeerd, nou niet helemaal geblondeerd haar, maar op gehighlight haar of met balayages, dat je het haar eerst van binnenuit voedt, dat het echt compleet egaal, helemaal gevuld is, dat je een gelijke basis hebt om te gaan permanenten. Dat zijn dus de eerste stappen die je moet gaan doen. Als we dan stap 3 hebben uitgespoeld, dan kunnen we overgaan op het wikkelen. Nou, ook het wikkelen is iets anders als, nou ja, de beginjaren dat ik begonnen ben, zo'n 35 jaar geleden. Want zoals je al kan zien, is de ruimte ertussen verder dan normaal. Dus ja, eigenlijk de passé die je opneemt is weer wat groter als de wikkel die je inzet.
Nu heb ik ook voor hele grove wikkels gekozen, dus zwart. Ook hierin kan je variëren. Kijk, ik weet deze dolhead, dat kan ook op permanente. Alleen het is gemaakt van jakhaar, dat is van een of ander beest. Dus ik weet dat dit haar heel sterk pakt, daarom pak ik nu ook zwarte wikkels. Ik gebruik ook wel zwarte wikkels bij klanten, hoor, als ik echt een hele grove slag wil maken. Maar ik wikkel gewoon op de ouderwetse manier, met een vloeipapiertje om de punt. Met mijn vinger strijk ik een plat rond de wikkel. En dan op die manier zorg ik dat de punt mooi glad erin zit. Nou, als je nu twijfelt, kan je nog even met je puntkam er langs gaan. Dat de punt mooi rond de wikkel zit en dan wikkel je door. Met gelijke spanning. Nou, dan vervolgens het elastiekje doe je eromheen. En dan ga ik door naar de volgende. Dus als je gaat permanenten, neem dan de passés grover op dan dat je normaal gesproken gewend bent. De wikkels hoeven niet allemaal strak tegen elkaar aan te zitten. En ga ook niet met geel-roze wikkeltjes wikkelen, want dan krijg je een hele sterke puntkrul. En dat willen we niet, want de trend is juist die hele mooie losse krul. Dus nogmaals, het vloeitje rond de punt, draaien, spanning op je passé houden. En dan het elastiekje vastzetten. Nou, dit is dus wel zo'n typische... Oh, even lothalen. Hop. Dit is dus zo'n typische 9-vaksverdeling. En op deze manier permanenten we als het haar zo schouderlengte, ietsje over de schouderlengte. Maar als we doorgaan naar het lange haar, en die pak ik er ook gelijk bij, want daar heb ik ook al mijn voorwerk voor gedaan. Oh. Zo. Kijk, als het echt lang is... Ja, dan zullen we met een dubbelwikkeling moeten gaan werken. Dus dat wil zeggen, je hebt één passé en in één passé komen dus twee wikkels. Nou, ik laat dat even zien. Kijk, en dan kan je ook variëren met de verschillende wikkeldiktes waar je mee werkt. Want ik heb onderin zwart en bovenin heb ik lichtgrijs, donkergrijs gecombineerd. Oké, maar ik pak dus ook wel een grove passé, maar dan ga ik hem uitmazen... Maar de buitenste passé, die laat ik in mijn vinger. Kijk, dus ik ga binnenin mijn passé, ga ik hem uitmazen. En de twee buitenste, die blijven zitten, want dan wikkelt gewoon het lekkerste. Dit gedeelte, dat klap ik naar voren. Dit kam ik omhoog. En wanneer gebruik je nou een dubbelwikkeling? Wanneer gebruik je nou echt twee passés of twee wikkels in je passé? Dat is dat je anders te veel haar... op één wikkel krijgt en dan met het bevochtigen kan hij er gewoon niet goed bij. Dus dan kan je hebben dat je een wat slappere krul gaat maken. Dus spanning erop houden. Vastzetten. Kijk, en dan ga ik door naar mijn vorige, die ik dus binnenin eruit gemaast heb. Kijk, en als ik nu ga bevochtigen, dan weet ik zeker dat elk haartje... ook wat helemaal binnen in mijn krul zit, genoeg vloeistof erop krijgt. Dus de spanning erop houden. Kijk, en nu heb ik dus gekozen voor een iets kleinere wikkel bovenop. Deze wikkel komt ook bovenop te liggen. Dus je doet dus in één passé twee wikkels. Dus uitmazen en dan op die manier het haar indraaien. En dat gaat dus... zeg maar van ja, net over de schouder, borstlengte. Als je echt langere lengtes bovenop hebt, dan heb je een dubbelwikkeling nodig. Nou, wanneer je dat gaat doen in een salon, dan ben je natuurlijk ook wel extra tijd kwijt. En dan zal je ook extra vloeistof moeten gebruiken en extra neutralisatie. Dus dan zal je ook daar je prijs moeten maken. Oké, gaan we terug. Want dan komt het volgende. Het bevochtigen. Zo. Ik begin met een wattenrand. Die wattenrand, die is vochtig. Nou, dan in het midden van mijn wattenrand maak ik een inkeping. En die doe ik om mijn eerste wikkel. Waarom gebruik ik nou een vochtige wattenrand? Zodat ik de huid bescherm. Hij is vochtig, dus de vloeistof kan er niet helemaal doordringen. Kijk, en op die manier maak je hem dan vast. Stel je voor dat je nu heel strak hebt gewikkeld, ja, dan wil je niet de afdruk van het elastiek wil je in het haar hebben. Kijk, dan kan je er nog voor kiezen om zo'n staafje ertussen te doen. En dat je dan het elastiekje optil.
En dat je dan je steunstaafje ertussen doet op deze manier. Nou, dan gaan we bevochtigen. Kijk, ik gebruik nu de EcoWave. En de EcoWave is de laatste vloeistof die we hebben ontwikkeld. Dan hebben we de 0 en de 1 erin. En ik gebruik nu de 1. 0 is voor heel sterk, moeilijk permanente haar. Dat harde grijze haar waar je niet doorheen komt. En de vloeistof 1 van EcoWave, en daar ben ik echt super blij mee. Die is voor normaal haar, gekleurd haar en gehighlight haar. Dus dat wil zeggen dat deze vloeistof prima te gebruiken is voor die klant die highlights heeft en toch krullen wilt. Nou, dan het bevochtigen. Kijk, je moet het zien als een suikerklontje wat je in de thee houdt. Nou, als ik een suikerklontje in één keer in mijn thee gooi, dan duurt het even voordat die is opgelost. Als ik het suikerklontje zo net boven in de thee hou, dan zuigt dat suikerklontje zijn eigen vol met het vocht, met de thee. Dat is hetzelfde met de permanent vloeistof. Dus druppeltjesgewijs laat ik het haar in aanraking komen met mijn permanent vloeistof. Kijk, en dan zal ik echt wel een aantal keer eroverheen moeten gaan. Maar ik heb liever dat het langzaam zich volzuigt dan wanneer ik in één keer zo'n splatsch erop gooi en dat ik dan niet zeker weet of elk haartje doordrenkt is met de permanent vloeistof. Nou, als je nu gaat kijken in het doosje, daar zitten er twee flesjes. Er zit een kant-en-klare fixatie in. Dat flesje is wat groter, dat zal ik ook straks in beeld brengen. En het kleinere flesje, de EcoWave 1 hier, dat is dus je permanent vloeistof. Dus kleine druppeltjes aanbrengen, laat het haar zich helemaal volzuigen. Kijk, en links en rechts laat je misschien wel eens een druppeltje vallen. Maar normaal gesproken bij je klant heb je echt wel een handdoek onder de kapmantel, een handdoek erover. Je moet er echt alles aan doen wel om het te beschermen. Nou, waarschuw je klant ook altijd eventjes voor de geur. Want het is, ja, oké, de EcoWave ruikt wel beter dan de normale permanent vloeistoffen. Maar er zit altijd nog wel een geurtje aan. Oké, het haar is volgens mij nu helemaal volgezogen met de permanent vloeistof. Dus wat ik dan doe, en ik hoop dat ik het goed in beeld kan brengen, dan til ik de wikkel op en dan zie ik dus kleine belletjes zie ik omhoog komen. Dus als je je permanent wikkel optrekt en je ziet kleine belletjes omhoog komen, misschien is dat niet helemaal goed in beeld, maar dan weet ik, oké, het haar zit vol met de vloeistof. Nou, dan pak je dus zo'n plastic kap erbij, een cold cap noemen we dat. Die doe je er overheen, want dit is namelijk een self-heating permanent. Dus er komt geen extra warmte aan te pas. Het enige wat we nog doen, is een handdoek eroverheen. Dus we plaatsen de handdoek eroverheen, op deze manier. En dan zetten we een wekkertje met 15 minuten. Na die 15 minuten gaan we hem nakijken of hij de patroon heeft aangenomen van de wikkel die ik heb ingedraaid. Dus we gaan zo samen kijken. Nu de permanent aan het inwerken is, kan ik mooi even de verschillen uitleggen tussen de vloeistoffen. Want wanneer pak je nou welke vloeistof? Nou, ik begin met ons paradepaadje, de EcoWave. Ik gaf het net al aan, onze laatste permanent vloeistof die op de markt is gebracht. En dit is ook de enige vloeistof die je kan gebruiken met die highlights in het haar. Nou, dan hebben we dus de EcoWave 0. Dat is dus voor dus hele sterke, moeilijk te permanente haar. Dan hebben we EcoWave nummer 1. En die is dus voor normaal haar, gekleurd haar en gehighlight haar. Nou, wat maakt nou de EcoWave zo speciaal? Hij is ammoniavrij en hij is, ik hoop dat ik het goed uitspreek, thioglycolaatvrij. En hij geeft dus zo'n hele soepele, bouncy krul. Die we dus zien bij de dames op dit moment, maar die we ook zien bij de heren. Dus vergeet ook niet de EcoWave bij de heren te gebruiken, maar daar kom ik zo dadelijk nog op. Nou, dan hebben we de volgende vloeistof. Die is net even een stikje terker. En dat is dus de NeutraWave. We hebben de NeutraWave 0. Is ook voor moeilijk, ja, het is een stug haar om te permanenten. Dan hebben we de NeutraWave 1. Die is voor normaal haar te gebruiken. En we hebben de NeutraWave
2, die is voor poreus haar en geverfd haar. Nou, wat is dan het verschil tussen de NeutraWave en de EcoWave? Bij de EcoWave, als je denkt van, nou ja, nee, ik heb net nog even een iets sterkere krul nodig, dan ga je dus voor de NeutraWave. Maar ga je voor het eerst permanente, zou ik ten alle tijde beginnen met de EcoWave. Dat je zo los mogelijk begint en daarna kan je altijd opbouwen. Dan hebben we de volgende, de Energy Wave. Dat is dan weer net even een stapje sterker dan die NeutraWave. Als je dus overstapt op de Energy Wave, dan zal er dus echt wel ja, wat meer gefeund moeten worden. Dat die wat meer als ondersteuning gebruikt wordt. Denk bijvoorbeeld aan het feunen of nog vroeger van het watergolven. Nou, ook daarin hebben we 0 voor heel moeilijk te permanente haar. 1 is voor normaal haar. En de laatste 2 is ook weer voor poreus haar en voor geverfd haar. Nou, dan hebben we nog de allerlaatste vloeistof. En dat is de Keratin Wave. En die hebben we dus in een liter verpakking. En ja, die permanent. Dan moet je echt denken aan de oudere dame die gewatergolfd wil worden. Dat je echt die hele stevige permanent wil maken als basis voor het feunen of voor het watergolven. Dat zijn eigenlijk de verschillende categorieën. Maar wat ik net al aangaf, de trend die op dit moment gaande is, is dat hele die losse bouncy krul die we dus bij de dames en de heren zien. En dan je EcoWave past daar het perfecte bij. We zijn nu 15 minuten verder. Kijk, normaal kijk je dan gewoon bij je klant, kijk je dan aan de stoel de permanent na. Nou ja, ik heb al vaker een dolhead, heb ik gepermanent, dus ik weet dat die na 15 minuten oké is. Maar ik laat jullie wel even het patroon zien van de wikkel, hoe dat je dat na kan kijken. Nou, je haalt alles weg, ik haal de watjes weg, de handdoek. Zo. Eens even kijken hoe dat ik het best in beeld kan brengen. Ik denk deze. Kijk, als ik hem dan terugdraai, zonder spanning, geen spanning erop zetten. Kijk, en ik duw hem terug, dan kan ik hier de bocht zien in mijn krul. En die is gelijk aan de zwarte wikkel die ik heb ingedraaid. Dus op die manier weet ik, oké, hij heeft zijn volledige tijd gehad. Nou, hoe lang mag je vloeistof nou hebben? Dat staat dus 10 tot 20 minuten. Ga nooit gelijk voor de 20 minuten, want dan kan je over de rek raken en dan is het weer stijl. Dus begin altijd met 12 tot 15 minuten en kijk hem dan na en als het nodig is geef je nog wat tijd bij. Vanuit daar gaan we 5 minuten spoelen en ik laat jullie het even zien. Doe dat ook echt met een wekkertje of je telefoon. Ga ook echt 5 minuten spoelen. Want heel eerlijk, ik ken kappers en 5 minuten in kappersland is vaak 2-3 minuten. Echt 5 minuten spoelen. En als je dus een dubbelwikkeling hebt, dan ga je 7 minuten spoelen. Want dan heb je extra veel haar om te spoelen. Wat belangrijk is, is dat alle permanent vloeistof eruit gaat. Oké, ik heb nu 5 minuten gespoeld en dan is het heel belangrijk dat we het haar droog gaan deppen. Nou, ik doe eerst het overtollige water, doe ik met een handdoek, doe ik eruit knijpen of ik druk eigenlijk tegen de wikkels aan. Zo. Maar je handdoek is niet genoeg. Het is namelijk zo, hoe droger dat het haar is, hoe meer neutralisatie op kan nemen, hoe mooier je krulpatroon is. Dus vanuit daar ga ik met zuigservetten aan de gang. Kijk, en dan kan je dus zien hoeveel vocht dat zo'n zuigservet nog opneemt. Op die manier wordt het haar zo droog mogelijk, hè, dat je zoveel mogelijk vocht eruit haalt. Dus na je handdoek altijd nog even met zuigservatten. Of met keukenrol of in ieder geval iets van papier wat dan vocht opneemt. Want je kan begrijpen als het haar nog heel vochtig is en je gaat het dan neutraliseren, dat die neutralisatie verdund wordt. Dit is de EcoFix en dat is een
kant-en-klare neutralisatie voor de permanent. Let op, we gaan hier 2 keer mee neutraliseren. Dus de eerste keer gebruik je zo'n 1/3 van het, of sorry, 2/3 van het flesje. En de tweede keer nog 1/3. Dan beginnen we van onderuit de nek. Ook druppeltjesgewijs gaan we dus dat haar gaan we bevochtigen. Daar. Kijk, ik heb nu geen echte klant. Normaal tegen je klant zeg je dan van, goh, even je hoofd een beetje omhoog. Hè, dat je er goed bij kan. Maar in ieder geval van onderuit naar boven, dat elke haar in 1 keer de goede hoeveelheid vloeistof krijgt. Begin je namelijk bovenop, dan sijpelt het eerst allemaal door naar onderen. Dus opbouwen van onder naar boven. Kijk, die permanent vloeistof deed ik heel voorzichtig met druppeltje voor druppeltje. Dit mag wel iets grover, maar let op dat je wel een aantal keer over de wikkels heen gaat en dat je zorgt dat de vloeistof gewoon mooi wordt opgenomen. Als ik dan de wikkels eruit haal, dan neem ik het vloeitje in mijn hand en die gooi ik dan weg. Maar weten jullie nog vroeger dat je de vloeitjes deed bewaren? Althans, dat deden we bij mij in de salon toen wel, daar waar ik werkte. En dan allemaal drogen op de verwarming in een bak en dan weer hergebruiken. Nou, dat doen we dus niet meer, hè? Dus de vloeitjes neem ik in mijn hand en die gooi ik weg. Nou, als dan alle wikkels eruit zijn, dan gaan we hem voor de laatste keer gaan we hem neutraliseren. Dus het laatste van het flesje gaat erop. Ik knijp het leeg in het haar. Ik zorg dat het goed verdeeld is. En zo is hij leeg. Ik knijp hem nog een keer op. Zo. En dan laat ik hem voor de laatste maal, laat ik hem 5 minuten inwerken. En nogmaals, bij een dubbelwikkeling ook weer 7 minuten in laten werken. Dus dan geef je 2 minuten extra. Als dan de 5 minuten voorbij zijn, dan gaan we het haar nog nawassen. Althans, we gaan het ook afsluiten. Want we moeten stap 4 en stap 5 van het stappenplan moeten we er nog op doen. Nou, eerst grondig uitspoelen. Kijk, en ik kies er dan voor in de kapsalon om het altijd 1 keertje na te wassen met de shampoo. Puur om de geur er wat uit te krijgen. Maar in principe, wanneer je het goed spoelt, is het niet nodig. En weet je wat ook een fijn weetje is? Na de permanent kan je direct je softshade zetten. Dus er kan direct een spoeling overheen. Want ja, permanent vloeistof heeft altijd nog wel de eigenschap om een beetje kleur te onttrekken aan het haar. Dus je kan softshades kan je gebruiken en je kan er ook voor kiezen om misschien nog een beetje kleurconditioner op te doen. Maar eerst gaan we het haar afsluiten. Zo. Nou, ik kies nou 1 keertje voor de shampoo. Ik ben op een dolhead bezig, dus ik kies de Keracontrol. Stel je voor dat je met de rektest de Keramax dat die eruit is gekomen of de Keramoist, dan kies je voor die shampoo. Of je vindt het prima om het alleen maar te spoelen. De keuze is aan jou. Nou. Dan ga ik het gewoon eventjes lekker wassen. Zo. Uitspoelen. En dan kan ik het echt goed gaan afsluiten. Want je wil natuurlijk wel dat hij goed de vorm vast blijft houden. Mijn advies is dan ook altijd na een permanent de eerste 48 uur thuis niet wassen. Eerst moet dat haar weer een beetje uitharden, dat hij goed ja, die vorm erin houdt. Zo. Zo. Het overtollige water knijp ik eruit. En dan ga ik naar stap 4. Stap 4, ik zal hem even in beeld brengen. Oké, stap 4, Kerabalance Acid Fire. Het is een heel zuur product. En die sluit dus de haarschubben. Dus ik verdeel het wat over mijn handen. En dan knijp ik het weer in het haar. Op deze manier. Ik zorg ervoor dat al die schubben mooi gaan sluiten. Het haar gaat dan ook weer glanzen. En hij zorgt ook echt wel dat de vorm er mooi in blijft. Nou, als ik hem dan zo erin heb gekneed, dan laat ik hem zo maar net nog eventjes 1 à 2 minuutjes laat ik hem inwerken. Laat ik hem even zijn werk doen.
En vanuit daar kan ik door naar stap 5. Nou, we zijn 2 minuten verder. Ik ga hem uitspoelen. Want stap 4 moet je wel uitspoelen. Kan je niet in het haar laten zitten. Zo. Dan maak ik het handdoek droog. En ik ga niet wrijven, ik knijp in het haar, ik blijf in die krullen, blijf ik knijpen. Zo. En dan stap 5, de Kera Shield Leave-In. Dat is echt je bescherming, het geeft een bescherming tegen de hitte van je tang, voor buitenaf. Kijk, die wordt ook echt wit in je handen als je hem opwrijft. Ik heb zomaar een heel klein echtje gepakt. Daar knijp ik ook weer in. En dit product spoel je niet uit. Dus vanuit hier ben je klaar met je permanent en kan je door naar de knipfase. De Italian Bob is een hele leuke lijn om bij deze coupe te knippen. Maar die komt verderop in mijn webinar. Als je dus nu iemand wil gaan permanenten en er moet heel veel lengte af na de hand, knip hem dan vooraf en loop hem even na daarna. Want anders zou het zonde zijn om al die lengtes te gaan permanenten. Dan het volgende, je productkeuze. Kijk, een krul is een bundel haar bij elkaar en die wil je ook zo houden. Daarom kies ik de Twister. De Twister is een krullencreme en die zorgt er ook voor dat die bundel bij elkaar blijft, maar dat hij toch die bounce houdt. Dus verdelen in de handen en leg dit ook goed aan je klant uit. Kijk, regel nummer 1 bij permanenten is natuurlijk zo, niet het haar borstelen en niet het haar kammen. Die bundel die moet bij elkaar blijven en dat hoort de klant ook te weten, dus leg het goed uit. Oké, vanuit hier ga ik het haar feunen. Maar heel eerlijk, ik heb nog wat product aan mijn handen. Ik kan mijn feun niet vastpakken, dus ik doe even gauw mijn handen afdrogen en dan kom ik gauw terug. Ja, daar zijn we weer. Als we het haar gaan drogen, dan... Oh, ik doe het wel even zonder. Laat het even zien. Als we het haar gaan drogen, dan wil je niet die voele poele wind erop hebben. Waarom? Dan gaat die bundel weer uit elkaar. Ik heb dus een diffuser op mijn föhn. Iedereen heeft denk ik wel een diffuser in zijn salon. En ook tegen je klant zeggen dat ze echt zo'n diffuser aanschaffen. Ook puur om die wind te verspreiden. Nou, deze is dan van Silk Ink. Oké, de temperatuur zet ik niet op zijn warmste, de 1 na warmste. En de windsnelheid, kijk, ik kan hem zo harder zetten, maar de windsnelheid zet ik op 1. Daarmee vergrendel ik hem. En dan ga ik dus heel voorzichtig, laat ik de wind zijn werk doen. En dan op die manier laat ik het haar drogen. De klant zelf zou ook nog op zijn kop kunnen hangen. Ik heb dus de Italian Bob had ik in deze lijn geknipt, maar die krijgen jullie zo dadelijk te zien. Ik heb hem dus nu helemaal gedroogd met een diffuser en dan hoef ik hem alleen nog maar een klein beetje af te werken. Nou, ik heb een klemmetje bij de oor gedaan. Ze heeft geen echt oor, maar ja, een klant kan altijd natuurlijk nog dit doen. Maar je kan dus zien dat je echt gewoon een hele leuke losse krul krijgt. En op een klant is die nog net iets soepeler dan op zo'n dolhead, want ik gaf het al aan, dit is jakhaar. En vaak na 1-2 keer wassen, ook bij je klant, dan zit hij het lekkerste. Dan is er net even dat beetje stijvige is er vanaf. Maar zoals je kan zien, helemaal de trend van nu, de permanent. Dus, ik zeg die wikkels pakken en lekker ermee aan de slag gaan. Dan gaan we nu door naar de volgende. Oké, de permanent hebben we dus nu behandeld. Maar ik zet het toch nog 1 keer voor jullie op een rijtje. Het is wel in het Engels en dat is om de volgende reden. We gaan namelijk dit webinar gaan we dus ook vertalen naar andere talen. Dan zie je mij echt Italiaans spreken, je ziet me Duits spreken, Engels, Russisch. En dan ook nog een keer dat mijn mond mee beweegt. Dus vandaar dat we het in het Engels hebben gedaan. Maar ik herhaal het even in het Nederlands nu voor jullie. Oké, belangrijk. Stap 1, 2 en 3. Het haar mooi opvullen, mooi gezond maken. Vervolgens je wikkelkeuze maken en dan mooi wikkelen.
Dan druppeltjesgewijs de vloeistof opbrengen, dat langzaam het haar zich volzuigt met de permanent vloeistof. Je plastic kapje eroverheen met je handdoek. Dan je tijd bepalen. Begin ongeveer met zo'n 12, 15 minuten en kijk hem daarna of je wikkelkeuze, of de slag van je wikkel juist is. Anders nog een beetje tijd bijgeven. Dan ga je spoelen. 5 minuten, zet er een wekkertje bij. Echt goed alle permanente vloeistof eruit halen. Goed afdrogen. Ook met je zuigservetten. Al het vocht, zoveel mogelijk vocht eruit halen. Dan fixeren. Die laat je 5 minuutjes zitten. Dan ga je dus je wikkeltjes eruit halen. Nog een keer fixeren voor 5 minuten. Dan een keertje nawassen met shampoo, gewoon voor de lekkere geur. En dan afsluiten met je stap 4 en je stap 5. En om de volgende reden herhaal ik dit weer. Want dit is namelijk de volgende trend. De man mullet. En oké, ik weet het. We moeten ons publiek er naartoe werken. Maar we hebben natuurlijk de trend bij de heren gezien. Dat die vanuit de kruin naar voren gepermanent was. En dat de zijkant en de achterkant wat korter waren. Maar wat we dus nu zien is dus echt ook nog steeds die losse krul bij heren. Dus we blijven nog steeds permanente. Maar we creëren wat lengte in de nek. En de zijkant daarbij is kort geknipt. Als ik dan naar de volgende ga, dan zie je hier allemaal wel verschillende varianten van die mullet. De ene is wat sterker, de andere is wat milder. Maar typerend is ook dat die krullen bij die heren inblijven. En dan heb je een speciale manier van wikkelen. En die laat ik nu eventjes ter animatie laat ik die zien hoe dat je dan die wikkels plaatst. Vanaf de kruin steensgewijs naar voren indraaien en onder de kruin steensgewijs naar beneden. Let op, gebruik steunstaafjes voor het spoelen, anders gaan je wikkels eruit. KISS introduceert een nieuw product, de Miracle Splash. In 14 seconden tijd creëer je een ultieme glans op het haar. Dit product is siliconenvrij, het is vegan, het geeft een fluweelzacht gevoel aan het haar, het verzwaart het haar niet, het geeft een betere doorkambaarheid en het haar is elastischer. Hoe gebruik je het nu? Je wast het haar met een shampoo naar keuze. Je spoelt de shampoo uit, je maakt het handdoek droog aan en dan breng je de Miracle Splash aan op het haar. 14 seconden inmasseren, uitspoelen en zie daar ontzettend veel glans op het haar met ons nieuwe product Miracle Splash. Dan gaan we door naar de volgende trend, de Italian Bob. Ik moet eerlijk zeggen, de Italian Bob is al een beetje zo'n 2 maanden is al wel aanwezig. Maar ja, wij moeten altijd onze klanten een beetje aan de hand nemen. Dus daarom laat ik hem toch nog wel eventjes zien. Normaal maakten we moodboards en dan liepen we op de trend vooruit. Maar op de dag van vandaag verandert alles met social media. Kijk, vroeger had je Facebook en hebben we natuurlijk nog. Maar ja, met de komst van TikTok gaan de trends super snel. Je moet bovenop de trend zitten. En ik wilde eerst nooit aan TikTok. Ik dacht, weet je, ik heb Instagram, ik heb Facebook, ik heb mijn Pinterest. Maar ja, mijn kinderen van 18 en 19, die zeiden, mam, je moet echt op TikTok. En vooral mijn dochter, die zei, er komen zoveel trends voorbij. Dus ik heb toch een accountje aangemaakt. Ik ben niet actief, maar daardoor kan ik wel zien wat er allemaal speelt. Dat is dus zo'n Italian Bob. Nou, wat is nou typerend? De dames gaan allemaal korter. En de Italian Bob is altijd los van de schouders. Bovenin heb je een hele zachte gelaagdheid. He, zodat we echt wel goed die lok naar links of naar rechts kunnen dragen. Want dat is ook typerend, hij wordt altijd opzij gedragen. De onderkant is mooi bot afgeknipt. Zodat dat je een mooie volle onderkant overhoudt. En als ik de volgende slide laat zien. Dit is allemaal Italian Bob. Dat kan je dus ook zien. En weet je wat het mooie is? En dan maak ik gelijk een sprongetje naar de volgende. De 90s. Blow dry komt ook weer helemaal in. En dat wil zeggen, we gaan ouderwets met de ronde borstel, gaan we gewoon mooi feunen, mooi polijsten. Maar dit zijn dus allemaal voorbeelden van die Italian Bob. En ik laat nu zien hoe dat geknipt wordt. Dit is een beknopte versie van het knippen van de Italian Bob. Omdat deze film namelijk al op YouTube staat, die heb ik een paar weken geleden heb ik die al geplaatst. Maar even een korte herhaling. Ik heb de scalp afgedeeld, een rechte lijn op het achterhoofdbeentje. En vervolgens heb ik eerst een hele botte lijn aan de onderkant heb ik geknipt. Dus alle haren naar beneden geprojecteerd en op een rechte lijn afgeknipt.
Vanuit daar ga je 4 vlakken afdelen, omdat je het haar gaat projecteren naar boven om een gelaagdheid erin te snijden. Wanneer je het haar gaat permanenten, zou ik snijden niet adviseren, maar knippen. Je projecteert hem naar boven, je bepaalt je lijn en dan met je mes ga je dus, wanneer je het niet gaat permanenten, ga je het afsnijden om die hele zachte gelaagdheid aan de bovenkant te creëren. Let wel op de positie van je mes, dat je hem er al schuin inzet, dat je het haar er 1 keer kan afhalen. Hierdoor ontstaat een hele zachte punt. Dan is het net weer wat anders als wanneer je het inknipt. Zo dadelijk kan je dat ook goed zien, hoor. Alles projecteer ik naar boven, naar die lijn. En dan de lagen aan de zijkant, die worden steeds langer. Dit heb ik namelijk ook nodig wanneer ik het ga permanenten. Dan heb ik bovenop een wat kortere laag nodig. En van onder heb ik er een volle laag heb ik nodig. Nou, als je dus niet gaat permanenten, maar wanneer je verder gaat met je snijden, dan is het mooiste om de bovenste scalp heel zacht met je mes uit te effileren. Dat er een hele zachte gelaagdheid ontstaat. Want dat is dus typerend. Onderin een hele mooie, dikke, volle lijn die bot geknipt is, maar bovenop juist die zachte gelaagdheid. Door je mes plat op het haar te houden, haal je dus heel zacht het haar eruit en krijg je nog een mooie vloeiendere punt aan de bovenkant. De voorpartij projecteer ik naar voren en die snij ik op deze manier, want wanneer ze het haar naar achteren draagt, krijgt ze geen kortere haartjes, dan vallen de lange haren eroverheen. Dus hier de beknopte versie van de Italian Bob. Wil je hem helemaal zien? Kijk dan op mijn YouTube-kanaal. Vanuit de Italian Bob gaan we naar een nieuwe kleurtrend. En dat is de Cowboy Copper. Een supermooie, ja, warme kopertint, maar wel met een 3D-gevoel. Er zitten dus wel verschillende kleurtjes zitten erin. Zoals je hier ook kan zien, daar zitten wat lichtere lokken in, wat donkerder. En dan moet je dus een hele mooie basis moet je daarvoor maken. Nou, ik gaf de 3D gaf ik al aan en ik ga zo dadelijk laten zien hoe dat we dat gaan doen. Maar dat kan je dus heel mooi met je soft shades of je DMI kleur kan je dat doen. Dat je van je verf een verfspoeling maakt. En dat zeg ik om de volgende reden. En alsjeblieft luister goed, want dit is een hele belangrijke. In mijn salon gebeurt het dus al. Ik heb blonde dames waar ik heel lang mijn best op heb gedaan om een mooie blonde tint te geven. En dan komen ze met het koperen of je geeft zelf het advies. Dan kan ik dus heel makkelijk met verf dat haar vol stoppen met een koperkleur. Dan ga ik helemaal tot in de vezellaag. Bij die kleurmoleculen kan ik heel dat haar mooi vol met koper stoppen. Maar dan komt het. Dan is ze misschien 3-4 keer of 2-3 keer met koper gekleurd. En dan zegt ze van de zomer, hey, ik wil weer terug naar het blonde. En als dat haar helemaal tot diep in die vezellaag vol met kopertinten zit, zal jij als kapper weer knijterhard je best moeten doen. Dus ik doe het als volgt. Ik ga met de soft shades ga ik kleuren. En we hebben natuurlijk de 06 KG, we hebben de 09 G, we hebben de koper mixtint hebben we. Dus daar kan je echt wel wat kanten mee uit. Maar daar kan je niet altijd alles mee dekken. Wat je dus kan doen, is van je verf een DMI kleuring kan je dus maken. Die zit dan net in je schubbelaar, klein stukje in je vezellaag. Maar dat is voor mij als kapper, als zij 3 keer later terugkomt en ze wil weer blond, is veel makkelijker om weer terug naar blond te gaan dan wanneer ik gewoon vol met 3% hup dat voor haar helemaal vol stop. Dus let daarop, denk altijd een paar stappen verder. Stel je voor dat ze weer terug naar dat blonde wilt. Dan kan je denken, ja, maar die kleur die spoelt ze dan wat makkelijker thuis uit. Maar dan hebben we heel mooi onze Abricot Glam Wash, onze kleurshampoo waar ze thuis mee bij kan houden. Of de koper conditioner kan ze mooi de kleur mee bijhouden. Nou, die 3D kleur, dat gaf ik al aan. Daar heb ik hier meer voorbeelden van. Dit is allemaal, ook weer van TikTok, hè? Allemaal inspiratie en nou ja, die meiden die dan allemaal naar kopen gaan. Maar je wilt ten alle tijde die kleurspeling, dat 3D gevoel, wil je in het haar houden. En ik ga nu laten zien hoe je dat makkelijk in het haar kan aanbrengen. Ik begin met het afdelen van de Scandinavian hairline. Nou, typerend voor de Scandinavian hairline is dat die heel fijn en heel dun is. Helaas gaat dit op de dolhead niet, omdat die heel dik is ingeplant met haar. Maar bij je klant is het dus de bedoeling dat je een heel fijn randje opneemt
echt dat Lanugo haar en dan helemaal met de contourlijn mee. Dus het is ja, bijna een derde van hetgene wat ik hier gebruik. Dit is echt veel te veel. Zou je dit bij een klant doen, dan krijg je zo'n hele dikke volle rand en dat wil je niet. Vervolgens ga ik een scalp afdelen, want ik wil dat 3D-gevoel in mijn cowboy koppen wil ik terugvinden. Onderin laat ik gewoon de kleur, maar voordat ik staartjes ga maken, doe ik eerst de onderkant afdelen, zodat ik gewoon een mooi werkgebied heb. Dus de Scandinavian hairline, die blijft er mooi uit, daaronder zet ik alles vast. Dan het bovenste gedeelte ga ik afdelen in 3 vlakken, want hierin ga ik dan 3 staartjes maken. Nou, de eerste die ik maak is dan ook wel wat grover. Dat is geen probleem, want later zal ik het staartje in verschillende passés gaan inkleuren. De 2 staartjes daarachter, dat kan je hier ook zien, die zijn wat fijner. Gebruik een oud elastiekje die je later aan de wasbak kan doorknippen. Dat is altijd beter als het eruit trekken. Je laatste staartje, en die is belangrijk, die mag niet onder de kruin. Dus ik plaats hem hier ook op de kruin. Ga je onder de kruin, dan kan je een baan creëren en dat wil je niet. Dus altijd op de kruin, erboven, maar niet eronder. Nou, hier kan je de afdeling van mij mooi zien. Ik heb dus de Scandinavian hairline. Ik heb het hoefijzer afgedeeld, 3 staarten bovenop. En hier kan je zien, bovenop de kruin zit mijn laatste staart. Dan ga ik werken met de Snow White met 3%. Ik wil geen hele sterke verheldering hebben. Het moet echt zomaar net een kleurspeling in het haar zijn. De voorste pluk die is wat dikker, dus die deel ik af in 2 passés. Het is gewoon de ouderwetse balayage techniek die je dus in gaat zetten, maar dan alleen in het bovenste gedeelte van het haar. Ik leg de blondeerder op, ik gebruik mijn plankje, maar ik zal niet hard mijn blondeer erin duwen. Je draait je passé om en dan ook de onderkant neem ik mee. Maar alsjeblieft niet je blondeer in het haar duwen, want je wil namelijk zoveel mogelijk natuurhaar aan de binnenkant overhouden. De volgende passé doe ik dan ook hetzelfde als die daarvoor, maar dat gaat allemaal in 1 folie. Het 2e staartje is dan ook wat dunner en die passé zet ik in zijn geheel in. Die deel ik ook niet meer af. Ook weer gewoon 1 folietje gebruiken. Als je meerdere passés gebruikt, hoef je ook niet in verschillende folies te zetten. Dat kan allemaal in 1 folie. Let wel op dat je de bovenkant niet te hard dichtknijpt. Dat er een beetje ruimte blijft, want je wil geen afdruk in het haar zien als daar wat meer blondeer zou zitten. Laatste staart doe ik hetzelfde. Ik leg mijn blondeer erop. Ik ga tot aan het elastiekje, maar ik laat hem wel een beetje uitveden. Ik klap hem dicht en dan op deze manier heb je dus in 3 staarten, heb je dus al een verheldering aan de bovenkant, heb je dan gecreëerd. Vervolgens ga ik naar de Scandinavian hairline. Nou, hier op de dolhead zal ik hem in 1 keer mee in moeten zetten, volledig in de passé. Maar wanneer ik dit in de salon doe en ik heb een hele fijne passé te pakken, dan kan het zo zijn dat ik hem pas de laatste 10 minuten... van de inwerktijd dat ik hem inzet, want dat hele fijne haar, dat ligt ook heel snel op. Maar ik werk op een dolhead, dus ik zet hem nu gelijk in. Werk ook met je folies van onder de contour naar boven, dan zitten je folies ook niet in de weg. Wanneer je klant aan de voorzijde zomaar net een klein uitgoedje heeft, hoef je het ook niet in een folie te zetten, dan kan je het dus naar voren klappen en op de hoofdhuid kan je het dan gewoon inzetten. Maar heeft je klant dus compleet donker haar en je moet hem helemaal verhelderen, dan zou ik hem wel in de folie zetten. Maar hier kan je zien, met een aantal folies heb je dus je oplichtingstechniek, heb je er dus al in zitten. Als hij dan zijn inwerktijd heeft gehad, ik heb hem nu ongeveer, nou, volgens mij een half uurtje laten zitten, dan maak ik hem open, kijk, en dan zie ik precies wat ik wil zien. Natuurhaar binnenin. Want als ik de staartjes losmaak, dan hou ik heel mooi dat gediffused effect. Nou, de soft shades gaat er overheen. Ik maak een combinatie van de 06KG, de 09G en een beetje kopermix. Die ga ik er dan in geheel overheen doen. Kijk, het donkere haar zal er net een kopergloedje meekrijgen. Maar de lichte gedeeltes, ja, die worden juist weer wat lichter koper. En dat geeft heel mooi dat 3D-effect. Kijk, nu doe ik het met koper om dat cowboy koppen naar voren te laten halen. Maar dit kan je natuurlijk ook prima met onze nieuwe soft shades inkleuren. Dan gaan we door naar de volgende kleurtrend. En jullie hebben hem met mij daarnet ook al zien doen, want we kunnen hem natuurlijk op verschillende manieren gebruiken.
Maar dat is dus de Scandinavian hairline. Wat wil het nou zeggen? Het is een heel dun lijntje aan de voorzijde, dat zie je hier ook goed op de foto, die totaal geblondeerd is. Als het dan naar achteren draagt, dan krijg je dat hele frisse Scandinavische gevoel. Maar je kan hem natuurlijk ook gebruiken als basis, bijvoorbeeld voor je cowboykoppen, want dat heb ik ook gedaan. Dus heel zacht wordt die opgelicht en doe dat dan ook met een hele lage waterstof. Je hoeft niet met 6 of met 9% aan de gang te gaan, want dit is namelijk dat Lanugo haar. Dat hele fijne randje haar aan de voorzijde, dus met 1,9% kan je dat makkelijk oplichten. Nou, wanneer je nu dit gaat doen, doe dat dan aan het einde van je techniek, want dit hoeft niet lang in te werken. Wanneer je nu de gehele passé moet doen, stel je voor dat ze helemaal donker is, dan zou ik hem wel in een folietje zetten. Maar dan ook pas de laatste 10 minuten, dat bijvoorbeeld heel je techniek erin hebt gezeten, de laatste 10 minuten doe je dat er nog eventjes bij. Want je wil natuurlijk niet, nou ja, dat het af gaat breken, dat het te heftig is voor het haar. Stel je voor dat de punten wel blond zijn, kan je het heel makkelijk aan de wasbak, zo net op de hoofdhuid, kan je net even die blondering insmeren en zomaar een paar minuutjes geven. Want dat haar, dat gaat namelijk heel snel oplichten. En het geeft dus dat frisse, blonde, Scandinavisch gevoel. Daarom noemen ze het ook Scandinavian hairline. Hier zie je dus allemaal verschillende types ervan. Deze is ietsje dominanter aangezet. Kijk, hier zie je hem ook heel fijn en hier ook. Het geeft dus echt zo'n hele zachte highlight gevoel, geeft het. Nou, dan kop ik hem gelijk in naar onze nieuwste kleuren van de Soft Shades. Ook die kan je daar heel mooi voor gebruiken om het haar mee te tonen. Kijk, we hebben dus 5 nieuwe tinten. We hebben de 010B, echt fantastisch, prachtig, die beige tint. Jullie kennen vast allemaal de 09B, maar we hebben ook nu de 010B. Ja, dat geeft net even dat hele zachte beige gevoel. En weet je wat het mooie is van de B-serie? Hij staat iedereen. Als je klant nou warm of koel is, het maakt niet uit. Dan de 010N. Die kan je ook heel goed gebruiken als een kleer bij je andere kleuren, om hem iets of wat af te zwakken. Maar ook op zichzelf is het een hele mooie, zachte natuurtint. Dan hebben we de 010NW, natuur warm. He, want je moet niet bang zijn voor dat woordje warm, hoor. Maar het is gewoon een hele mooie, zachte, warme tint. En niks geels of iets dergelijks eraan. Want ik weet bij jullie kappers dat je zeg maar de 09NW, dat je denkt, oh, natuur warm. En ik zet hem op een gele highlight. Dat gaat niet. Nou, dat gaat wel. Want hij trekt hem heel mooi. Daar heel zacht, blond, goudblond trekt hij hem toe. Dan de laatste, de 09GB. Dan hebben we een goud en een beige met elkaar gemengd. En ook die geeft een fantastische kleur. Dus op de 10 hoogte hebben we een aantal kleuren erbij gekregen. Op de 9 hoogte hebben we een paar kleuren bijgekregen. Nou ja, en dat is dan ook weer helemaal volgens de laatste trend van de Nordic Colors van de Soft Shades. Ik heb hem al eerder benoemd, de 90s Blow Dry. We gaan dus echt weer ouderwets gaan we feunen. Ik laat jullie zo dadelijk ook zien hoe je dat het beste kan doen. Want dan moet je echt op trainen. Kijk, en nou ja, ik begin er maar weer over. Kijk, ik hoor een dagje ouder. Maar 35 jaar geleden hadden we dus echt heel veel klanten die elke week kwamen voor te watergolven, voor te feunen. En dan leerden wij echt rolletjes feunen en polijsten en polijsten. En dit kan je alleen maar leren door te doen. Gewoon trainen, trainen, feunen, feunen, trainen, trainen. Oké, dus het is weer echt het klassieke gefeunde, waar ik heel erg van hou. En dat zag je ook alweer bij die Italian Bob. Hier een paar voorbeelden. Mooie ronde borstel, feun finish. Kies ook de juiste dikte van je borstel. Werk ook niet te klein met je borstels. En als tip, en dat laat ik jullie zo zien, doe ik ook altijd klittenbandrollen. Dat die op die manier ook alweer afkoelt. En dat je dan echt die 90s blow dry erin krijgt. En ik ga jullie nu laten zien. Ik heb dus alles klaargelegd voor het feunen. Nou, allereerst mijn producten. Ik ga werken met de Blow Dry Gel. Dat is een vloeibare versteviging, maar daar kan ik echt wel mooi die 90s Blow Dry look mee maken. Daar overheen gaan een klein beetje Glamshine. Niet te veel, maar ik wil echt wel dat die mooi gepolijst wordt, dat die mooi die glans geeft. En daar helpt de Glamshine dus voor.
Vervolgens heb ik echt wel een dikke borstel gepakt. Want ik wil echt wel dat hele dikke ronde wil ik maken. Dan heb ik mijn föhn. Het voordeel van dit mondstuk is dat die even breed is als mijn föhn. En of als die even breed is als mijn borstel. En dat scheelt me namelijk tijd, want ik wil zo snel mogelijk van A naar B. Dan heb ik ook mijn klittenbandrollen heb ik klaar liggen. Dat kan jullie wel zien. Ik heb twee verschillende maten. Ik neem echt wel een dikke rol. Kijk, ik wil niet helemaal een krulletje gaan maken. Maar echt dat, ja, dat mooie geföhnde look wat ik jullie net liet zien. Dat wil ik erin maken. Dus ik ga deze gebruiken. Kijk gewoon even met me mee. Want als ik eenmaal aan het föhnen ben, ja, dan kan ik niet meer zo lekker praten. Omdat dan die föhn best wel een kabaal maakt. En dat ik daar dan bovenuit moet komen. Klein beetje bloot white gel in de handen nemen. Hele lekkere föhn, ja, lotion is het. Goed verdelen in het haar. Nou, ik moet zeggen dat mijn dolheid is echt nog wel kleddernat. Dus ik ga eerst wel het overtollige ga ik eruit föhnen. Los voordat ik echt met de borstel erin ga. Ik pak twee pompjes van de Glam Shine. Goed verdelen. En wat typerend is voor de Italian Bob, dat zei ik al, is dat je hem opzij draagt. Maar we gaan hem niet opzij föhnen, we gaan hem naar achteren föhnen. Zodat ze hem later opzij kan gooien. Want anders als ik hem direct opzij föhn, dan maak ik heel sterk zo'n scheiding erin. En die wil ik niet hebben. Dus kijk gewoon even lekker met me mee. Belangrijk bij een 90s blow dry is dat je volgens het ABC gaat föhnen. Dat wil zeggen, eerst de aanzet, dan het middenstuk en dan de punt. Kijk, wanneer het haar wat korter is, kan je hem wel in één keer om je borstel heen zetten. Maar belangrijk is echt dat je het haar polijst, dus met een schubbelaag meeblaast, zodat je ze mooi sluit, dat je er een glans op krijgt. Ik begin bovenaan, want wanneer ik in de nek begin, dan kan de bovenkant misschien al een kwartier lang in zijn natuurlijke valling drogen. En dan kan het zijn dat het niet lekker valt. Dus ik begin altijd eerst bovenaan, daarna ga ik naar de zijkant en naar de achterkant. En voor het afkoelen zet ik er een klittenbandrol in, zodat hij mooi de vorm aanneemt. Kijk, op deze manier kan alles mooi afkoelen. Het enige wat ik net nog even heb gedaan is de finishing spray eroverheen gedaan. Nou ja, die laat ik zomaar een paar seconden laat ik die zitten. Dan kan je ze er allemaal uithalen. Kijk, en we weten allemaal, haar wat afkoelt, dat houdt die vorm aan. Je ziet nou ook echt de volume erin zitten. Neem ook geen te kleine klittenbandrollen. Kijk, en dan is het een kwestie, ik doe er echt met een grove kam. Ga ik hem doorkammen en dan geef ik hem het model erin wat ik erin wil hebben. Ik ga even naar de voorkant, want dan kan ik een beetje kijken wat ik doe. Nou, ik haal hem er nog één keertje bij om te laten zien. We hebben natuurlijk in het webinar hebben we gesproken over permanente. We hebben de Italian Bob besproken, die heb ik hierin geknipt. We hebben gesproken over de cowboy copper, die heb ik behandeld. Scandinavian hairline zit er ook in. En niet te vergeten de 90s blow dry. Dus alle trends, behalve dan de permanente bij deze, heb ik gecombineerd. En ja, ik zou zeggen, ga er lekker mee aan de slag in de salon. Gebruik dit webinar weer als inspiratie. En ja, hoe leuk is het om mooi haar te maken bij onze klanten. Maar nog één dingetje, en dat is niet te vergeten een hele leuke. We gaan namelijk met KIS gaan we naar Spanje, we gaan naar Mallorca. 2 tot en met 6 juni, als ik het goed heb, inderdaad staat hier, gaan we dus daar ja, een educatietrip gaan we doen op een resort. Er komen wat seminars komen er voorbij, maar vooral natuurlijk veel zon, gezelligheid en veel plezier. Dus zie ik jullie daar 2 tot en met 6 juni in Mallorca. Wie weet, anders een dikke KIS. Thank you.